Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekly vlog. Het is de zaterdag. Ik ging zeggen, het wordt een prachtige dag, maar net op dit moment is de lucht een beetje betrokken. Maar het zou dus een prachtige zonnige dag, zelfs een zonnig weekend moeten worden. Echt de lentekriebels. Ik zei het al in mijn vorige vlog, maar ik begin ze meer en meer te voelen en ik ben daar heel erg blij om. Dat is de periode, lente en zomer, dat ik helemaal tot mijn recht kom. Ik ben geboren in de winter, maar ik ben eigenlijk wel een zomermens, absoluut. Lekker warm, hoe warmer hoe beter. Allee, hoe warmer hoe beter niet helemaal, hè, want 50 graden hoef ik natuurlijk ook niet, maar hoe warmer hoe beter is een beetje mijn motto. Maar wow, ik ben mij dus aan het klaarmaken in de ochtend. Vandaag gaan we leuke dingen doen. Dat betekent trouwens ook dat we weer bijna aan de lente schoonmaak moeten beginnen. De grote keus. Oh, ik denk dat we vorig jaar in een lockdown zaten in februari, als ik me dat goed kan herinneren. En dat we toen de grote keus hebben gedaan, want ja, je kunt toch niet veel doen. Dus ja, het is intussen effectief een jaar geleden. En hoewel dat we propere mensen zijn en wekelijks wel stofzuigen en zo, ja, zo die, oh ja, de lades een keer uitlegen en kijken wat je weg kunt doen en je kastenkeus aan de binnenzijde. Dat zijn geen dingen die we wekelijks doen. Dus daarvoor komt de grote keus wel van pas. Maar dat zit er dus ook nog aan te komen. Op zich is dat altijd wel heel bevredigend om te doen, omdat je altijd een proper resultaat hebt. Maar ja, kuisen, het is niet mijn favoriete hobby. Enfin, er is weer een en ander gebeurd in de wereld afgelopen week. Ik denk dat we allemaal weten waar ik het zoiets over ga hebben. Ik zal beginnen met wat luchtiger nieuws. Ik ben er dus in geslaagd om mij al 2 keer te verbranden, maar echt serieus. Allee, niet serieus verbranden, maar echt lompigheid. Soms, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb trouwens primer gelegd op de ogen, Urban Decay, dan deze, dan nog een beetje primer op het gezicht. Het is niet echt een primer benoemd, maar ik gebruik het wel zo. Dit is Dr. Barbara Sturm, de Glow Drops. Dat is zo een beetje een serum emulsie. Dus je hebt wat skincare benefits, maar dan ook een hele goede primer voor de make-up. Estee Lauder Doubleware, uiteraard. En dan Huda Beauty Overachiever Concealer, samen deze basis. En ik ga mijn Clarins poeder gebruiken, Evermatte Loose Powder in de kleur Universal Light. Dus dat heeft hier zo een poederdonsje, heel handig. En dan zo'n beschermend dekselje. Normaal gezien hing dat er zo aan, maar ik vind dat dan niet zo gemakkelijk. Als ik dat eraf haal, dan bleef dat hier zo aan flappen. Dus ik heb dat gewoon geknipt, doorgeknipt hier. En dan kun je dat erop leggen. Heeft een zeefje, super gemakkelijk. Poederdonsje erop. Beetje kloppen en poeder. Super fijn gemalen. Heel erg onder de indruk van dit Clarins poeder, moet ik zeggen. Ik heb in het verleden wel wat make-up van hen gebruikt. Foundation en zo. Blush ook. Maar dit poeder is, is echt wel top. Echt top. Chapeau. Het geeft natuurlijk wel een matte finish. Dat helpt heel goed met de houdbaarheid van de make-up de hele dag. Maar het is zo koud. Er zijn 3 kleuren van. Maar de bedoeling is wel dat die zo een breder gamma aan huidskleuren en tints kunnen dekken. Universal Light, je ziet, dat komt bij mij gewoon transparant op de huid. Dus dat is de perfecte kleur. Maar dus, verbranden. Top. Dus eerst, ik was op een maandag thuis aan het werk. En ik had een verse tas thee. Ik liep naar boven, maar ik had hem tegelijkertijd op mijn gsm vast. En ik weet niet wat ik deed, maar ik probeerde 2 treden tegelijkertijd te nemen. Allee, dus ik weet eigenlijk wel wat ik deed. Hè? Maar ik verloor mijn evenwicht en ik zag die mok in mijn hand en ik dacht, no! En ik wou mij nog corrigeren, maar het was te laat. Dus ik val een beetje naar achter. Ik ben niet op de grond of zo gevallen, maar door die beweging begon die thee uit die mok te vallen en over mijn hand op onze eiken trap. Dat was ook wat minder. Dus dat was wel best heet. Dus dat is op mijn pols hier. Ik heb dat dan onder koud water gedaan. Intussen heb ik ook de trap proberen kuisen. zodat dat niet zo indringen.
Dat was gelukkig allemaal wel weg te halen. Het was mijn thee, dus het was niet echt zo hele super donkere thee, maar toch. En dan onder koud water. En toen besefte ik dat ik geen flamazine meer in huis had, omdat dat ooit een keer vervallen was en ik dat teruggebracht had naar de apotheek. En ik had geen verse tube gekocht. Intussen hebben we wel flamazine in huis. Want ik denk een week later, of nog geen week later, ging ik in de zetel zitten. Ik had een bord soep bij. Ik dacht, ja, lekker warm, heet soep, vers uit de pot. En ik was mij zo aan het goed zetten. En ja, dat verloopt zo een klein beetje over het bord, want we hebben zo van die redelijk platte soepborden. En dat er drie scheppen soep in, dus allee, het was redelijk veel. Dus er valt een beetje soep op mijn pyjama. Maar ja, in tegenstelling tot thee, dat heel vloeibaar is, was die soep een klein beetje dikker. Dus dat blijft zo liggen op mijn been. Zo het stukje boven mijn knie. En dat was... Oh, dat was heel warm. Dat was heel warm, want ik ben echt een beetje... Ja, beginnen roepen van... Ah, dat doet pijn! En dat bleef daar staan, dus ik heb dat weggedept. Maar ja, ik had intussen ook dat bord vast en... Het resultaat is dat ik mijn been dus verbrand had. Erger dan mijn pols trouwens. Ja, gewoon door mijn pyjamabroek. Oh, dat was pijnlijk. En flamazine hadden we dan gelukkig geen huis. Dus ik heb wel meteen zitten smeren. Het is weggetrokken. Er is nog een mini plekje over. Maar je ziet dat aan het genezen is en gelukkig. Maar ja, dus deze idioot is erin geslaagd om zichzelf twee keer te verbranden. Ik hoop niet dat dat een voorbode is voor erger. En what else is new? Well, de energiefactuur. Haha, hoera. Oh my god. Ja, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Ik denk zowel in België als in Nederland gaat het over de energiefactuur. Al de laatste weken stijgen de energieprijzen, afrekening, hele hoge nieuwe voorschotten. Dat je denkt van, ja, ik weet niet hoe mensen dat gaan blijven betalen, maar ja... Het komt er dus wel aan. En ook wij waren in blijde verwachting van onze energiefactuur. Ik wist dat de meterstand in januari werd opgenomen. Nu hebben we intussen een digitale meter, dus ja, er is niemand meer voor langs gekomen. Maar ik had dan gezien dat de meterstand was doorgegeven, ja, digitaal op 31 januari. Dus ik was in afwachting in februari. Ik dacht, ja, wanneer komt die afrekening? Wanneer komt die afrekening? Heel benieuwd, maar tegelijkertijd ook wel een beetje bang. Want ja, wij hebben natuurlijk elektriciteit. We hebben wel zonnepanelen sinds september, eind september vorig jaar. Maar ja, in de winter minder zon, dus sowieso nog gewoon verbruik van het net. En ja, we verwarmen ook op gas en vloerverwarming in huis. Dus ja, ik was wel een beetje bang wat het dan zou geven. We hebben uiteindelijk de afrekening van de week gekregen. En onze voorschotten zijn inderdaad gestegen. Ik had gelukkig wel een soort van worst case scenario in mijn hoofd. En dat is het niet geworden. Dus onze voorschotten zijn gestegen, maar veel minder dan ik had ingecalculeerd. Niettemin, het is nog altijd een stijging. En ja, ik vraag me echt oprecht af hoe dat gewone, normale, werkende mensen dat allemaal gaan blijven betalen. De politiek is daar een heel debat over bezig. Ja, de steunmaatregelen die dat ze... beslissen. Ja, ik weet niet, we krijgen dan zo gezegd een kleine korting op ons btw, op elektriciteit, niet op gas gedurende 3 maanden. Ik weet niet of dat zoveel verschil gaat uitmaken, maar bon, ja, we zullen wel zien. In elk geval, het is zeker iets dat mij wakker houdt, waar ik toch wel een beetje bang voor ben, wat dat gaat geven in de toekomst. Zeker natuurlijk, nu dat het helemaal is ontploft in Europa, Oost-Europa. En Poetin een oorlog is begonnen, maar echt gewoon oorlog. Oorlog in Europa. Ja, opnieuw oorlog. Hè? Ja, want je begint gewoon aan oorlog. En onschuldige mensen, die zijn daar het slachtoffer van. Ik vind dat... Ja... Uiteindelijk, de kostprijs wordt altijd gedragen. Het leed wordt altijd gedragen door de gewone mensen. Daar gaat het op neerkomen. Mensen worden uit hun huizen gedrongen. Mensen verliezen familie, verliezen hun geliefde. Ik weet niet wat het gaat geven. En ik ben een beetje bang voor de toekomst, denk ik. Aan de ene kant, weet je, je begint zo aan je weekend. Je zit blij, het is weekend, het gaat mooi weer worden. Dus dat is een hele conflicterende gevoelens.
waarbij dat ik blij ben in mijn situatie. Ik zit hier lekker veilig. Ik ben kunnen gaan slapen vannacht. Ik ben gewoon in mijn bed gaan liggen. Ik heb geen schrik moeten hebben voor ja, bombardementen of andere. En ik kan wel zeggen dat die oorlog mij zal beïnvloeden en dat we de prijs gaan voelen stijgen. Hè? Benzine, diesel, de energieprijzen enzovoort enzovoort. Maar we zijn nog altijd veilig. Hè? We zitten hier in onze veilige cocoon. Dus ik ben blij om aan het weekend te beginnen en ik ga ook in deze vlog leuke dingen doen. Maar weet dat ik intern wel ook denk en meevoel en mee probeer te lezen en geïnformeerd te blijven over wat er aan het gebeuren is. Maar ik vind dat zo, ja, dat clasht en toch is dat allemaal ja, onze realiteit. Hè? Het is niet de bedoeling dat ik u triest doe voelen met deze vlog. Ik kijk zelf ook naar vlogs en naar YouTube om ja, leuke dingen te zien. Maar ik wou het toch even vermelden. Dit is nu eenmaal de realiteit, de actualiteit waar dat we mee geconfronteerd worden. Het is niet onze keuze, maar de keuze van één man om dan toch te beslissen een land, dat niet van Alice, binnen te vallen. En ja, ik weet niet wat de juiste houding is. Die sancties die Europa probeert op te leggen, ja, ik weet niet, gaan die iets opleveren? Gaan die streng genoeg zijn? Ik bedoel, ja, luistert die mens nog? Blijkbaar niet. Is niet meer rationeel, benaderbaar voor woorden. Ik weet niet wat het gaat geven. Gisteren kregen we nog ander nieuws. En dat is helemaal first world problems op dit moment. Ik begrijp dat wel, maar ja, ik kan natuurlijk geen hele vlog over oorlog blijven babbelen. Maar ja, het andere nieuws is dat onze frituur, onze vaste frituur, gaat sluiten. Hij beslist de handdoek in de ring te gooien. Hij gaat van zijn gebouw appartementen maken of een appartement. Ik weet niet wat zijn plannen exact zijn. Dat zal waarschijnlijk wat lucratiever zijn. Maar het ding is, en toen ik dat op stories plaatste, waren heel veel mensen blijkbaar wel aangesproken. Het was heel herkenbaar. Toen we zijn komen wonen, bijna 10 jaar geleden. Toen hebben we zo de ronde gedaan, hè, want vrijdag is frietjesdag voor ons. En we hebben zo wat de ronde gedaan, frituur geprobeerd van, ja, welke is de beste frituur? Heel toevallig is dit de frituur die we als eerste geprobeerd hebben. Ik denk dat we er nou, een kleine 10-tal getest hebben nadien, om dan terug te gaan naar degene die dat we allereerst getest hebben. Dat vond ik nog wel grappig. Maar aan alle moeilijkjes komt een eind zeker. En hij gaat ermee stoppen, helaas. Dus over een maandje zou het zover zijn. Dat wil zeggen dat we nog een maandje de tijd hebben om zijn frietjes te eten. Dan gaan we terug een vergelijkende test moeten doen. Ik heb al een aantal tips gekregen van mensen die in Hasselt of in de buurt van Hasselt wonen met een aantal frituren. Dus ik denk dat we gewoon zo in de vlog, in plaats van de snacktest op Instagram, gaan we in de vlog de frituurtest doen. We gaan frituren uittesten. Week na week, ja, want ik kan natuurlijk niet alle frituren in één vlog proberen. Maar we gaan de frituurtest doen en we gaan onze nieuwe vaste frituur zoeken. Dus mocht je in Hasselt wonen, laat mij zeker weten wat uw favoriete frituur is. En dan zal ik het op mijn lijstje zetten. Ik ga nu even verder doen, want ik begin een beetje in tijdsnood te geraken. Dus ik ga even speeden. En ik zie jullie zo meteen terug als de doek klaar is. Kom toch nog even terug. Ik wil vermelden, ik heb daar nog geen review over geschreven, maar oh my god, het is best een goede mascara. Dit is Clarins Supra Lift & Curl. Ze vermelden niks over volume in de naam. Die zou moeten liften en krullen en die heeft daar zo'n speciaal gebogen borsteltje voor. Maar eigenlijk doet hij het allemaal. Om het even te laten zien, dus je ziet de kromming. Hier aan deze kant heb je een reservoirke. Dus dit gebruik ik het allereerst op mijn wimpers. Dan draai ik die naar de zijkant voor zo de volledige lengte te benutten. En ook met dat puntje zo wat de wimpers naar boven te duwen. En dan draai ik die zo met de bolle kant. Dus dan duw ik nog eens de wimpers naar boven. En dat wil zeggen dat ik met 3 kleine stapjes, maar eigenlijk slechts 1 applicatie, toch heel mooi volume krijg en lift en krul. Echt waar. Zeer, zeer, zeer goede mascara. Dit is een goed resultaat. Zeker. We zijn
zijn intussen al in de auto gesprongen. Want we hadden dus een koffiedate om 10:30 en het is nu 22:10. We gaan er nog op tijd geraken hoor, geen probleem. Maar dus ja, eigenlijk hadden we voorgesteld om te gaan lunchen of zo. Maar gezien het mooie weer, maar ja, het is nog niet mooi weer, maar het gaat mooier weer worden, gingen onze vrienden nog in de tuin werken. En zeiden ze van ja, dan zijn we net bezig in de tuin. Dus lunch of een koffie in de namiddag gaat er niet echt van kunnen komen. Maar vroege koffie, 10:30, dat ging dan nog wel. Dus we hadden zoiets van oké, dan maken we ons snel klaar en dan komen we af. En dan zijn we toch al hier, dus dan kunnen we zelf nog een tourke doen door de stad en gaan lunchen op ons gemak met ons tweetjes. Dit is een nieuw adresje, een gezond nieuw adresje dat ik zou willen uitproberen. Dus dat staat op de to-do-list. De look is trouwens niet heel veel speciaal. Een beetje mijn standaard. De mascara die ik heb laten zien. Mijn oogschaduw. Mijn Charlotte Tilbury, de Duchess lipstick die bijna op is, maar echt bijna op is. Het is zo, denk ik, een van de laatste keer dat ik die kan gebruiken. Een beetje bronzer, Tom Ford. Een oude blush van Marc Jacobs en de highlighter van Bobbi Brown. En de outfit of the day in de auto, whoops. Ja, heuveltjes hier. Een plissé rok, mijn schoenen hier. En sjaal en jas uiteraard, want dat is nog altijd koud. Ja, dankjewel. Dank u. Oh, wat heerlijk. We komen hier net market buiten. We hebben een aperitiefje gedronken en we hapjes gegeten. En we komen buiten en de zon schijnt. Ah, als de zon schijnt, dan is iedereen meteen heel wat happier. Adresje dat we gaan checken is Gezondicht. Je hebt ook al een take-out adresje, maar nu ook een vast adresje in het centrum van Hasselt voor paasdieten. Dus we hebben net een shortje gehad, echte limonade. En nu gaan we wachten op ons lunchje. We hebben al twee een burger genomen. Simone quinoa burger, ik ben zelf een burger. En zitten frietjes om te delen. Dat was een extra gezond adresje. Het is wel super healthy en ook vers gemaakt. Ik moet wel zeggen dat het broodje van mijn burger, ik weet niet wat dat was, maar die was nogal stevig om door te snijden. Dus ik had er wel een beetje moeite mee. Maar al bij al was het wel lekker. Zo'n verse, zo'n beetje een gestoomde zalmburger. Met zo wakame en een dillensausje. En zoete aardappelfrietjes. Dus ik denk dat ik daar de volgende keer, als ze nog eens terug zouden gaan, hebben ze ook zo gevulde paprika met couscous en feta. Ik denk dat dat misschien ook wel een goede keuze zou kunnen zijn. Eigenlijk hebben we gewoon de hele dag gegeten. Geaperitiefd met de vrienden, dan zijn we nog naar Gezondicht geweest. Ik denk dat dat wel een goed adresje is voor zo interessante, gezonde gerechtjes. Ik moet wel zeggen dat het broodje minder mijn ding was. Het broodje zelf van de zalmburger. Dus ik zou de volgende keer eerder voor het salade of zo gaan. Dat lijkt mij een iets veiligere keuze. En dan zijn we daarna uiteraard nog bij een koffiecafé gestopt. We hadden een hele lekkere pudding crumble taart. Heel simpel, maar wel super lekker. En dan was er nog een Valentine's special. Ik had cappuccino, de Cupido cappuccino gekozen. Dat was met vanille en met een beetje kaneel erover. Lekker, maar toch niet mijn favoriet. Ik heb liever die met witte chocolade. Dat weten we dan ook alweer. Nu gaan we gewoon een rustige avond hebben, want we beslissen morgen dan toch met de grote keus gaan starten. Hier op de bovenverdieping, dus dat is hopelijk
niet te veel werk. Behalve de badkamer. De badkamer is wel meestal heel werk, zeker zonder douche en zo. Maar we gaan beginnen en we gaan kijken hoe ver we geraken. Ik heb gelukkig al mijn bureaukast uitgekuist. Dus ik moet die wel nog de kast zelf kuisen, de deuren en zo. Maar het sorteren en weggooien, dat is allemaal gebeurd. Mijn kleren zijn in principe ook in orde. Dus er is niet meer veel om over te discussiëren. Het is gewoon een kwestie van een keer stofzuigen, alles eruit halen, vegen met een doekje en zo. En de deuren van boven tot onder een keer kuisen. Want er blijft om een of andere reden ook wel eens stof achterhangen. Maar echt stof, dat zit overal. Dus dat staat voor morgen op de planning. Vandaar dat we het vandaag nog eventjes rustig gaan doen. Trouwens, ik heb net nog een mailje zitten sturen naar het parkeerbedrijf dat Hasselt gebruikt. Want blijkbaar, als je op straat parkeert en je stuurt een sms, zou het eerste half uur gratis moeten zijn. En ik heb daar vandaag eens op gelet. En ja, ze trekken dat gewoon niet af. Ik betaal gewoon de volle pot. Dus dat is nu al twee keer gebeurd. Dus ik heb een mailtje gestuurd met screenshots, met de vraag of ze dat willen bekijken. Dat dat volgens mij een foutje in het systeem is en of ze dat wel recht zetten. Een half uur gratis parkeren op straat, dat is, in het centrum is dat anderhalf euro dat je daarmee wint. Dus dat is wel netjes. Daarvoor doe ik het wel. Twee keer anderhalf euro. Dat is een koffie bij koffiecafé. We zullen wel zien wat ze zeggen. Ik heb al eens zoiets van, die parkeerbedrijven, allee, met alle respect, maar ja, het zijn niet de meest flexibele bedrijven. Ze moeten natuurlijk vooral heel veel geld opbrengen. Zo. Het was in elk geval leuk om nog eens spontaan de vrienden te zien en iets te gaan drinken en wat te snacken. We hebben natuurlijk wel zat te babbelen over de oorlog in Oekraïne, wat daar Rusland aan het doen is. Dat is het toch... Ja, toch bij iedereen in zijn kop. Ik denk dat we allemaal heel erg begaan zijn. Maar los daarvan was het wel fijn om ze te zien. En ook fijn om nog eens buiten te zijn in de zon. Ook al was het redelijk fris. Maar ik hoop dat de lente er snel aankomt. Zondag en het begin van onze grote kuis. We zijn er ingevlogen. Dat wil zeggen dat we hier in het bureau alles gedaan hebben. Dus de kasten waren al uitgekuist in de zin van dat ik de keer erdoor ben gegaan en alles heb weggegooid wat ik niet meer moest hebben. Maar we moesten nog wel met een doekje alles kuisen. Dus ik heb doekjes, Dreft en onze grote vriend de Wonderspons. Echt waar, als je de grote kuis doet, dit is uw beste vriend. Het is een geweldig ding. Dus we hebben er een heel aantal in huis en... met de grote kuis verslijten we er ook wel heel wat. Maar die werken supergoed om zo zwarte stofvlekken van dingen te krijgen. Zeker bij ons, we hebben heel veel witte muren, witte kasten. En daarmee krijgen we alles tip-top proper. Dus hier is alles in orde. Opgeheven, alles uitgezogen, geveegd. En dan hebben we hier ons kotteke. Dat heb ik ook gekuist, alles eruit gehaald. Dat is zo'n beetje een rommelkot / nutsvoorzieningenkot. Nu gaan we richting dressing en slaapkamer.
Oh boy, het is iets voor één. De hele bovenverdieping is gedaan, daar ben ik blij om. De lakens zijn gewassen, zitten nu in de droogkast. We hebben boven gestofzuigd, alles geveegd, de vloer gekuist, alle kasten zijn gedaan, de badkamer is proper. We hebben nu Domino's besteld. Ja, zelf koken, dat zit er echt niet in. En er was online een lunchdeal pizza voor 5 euro. Alleen een regular pizza, maar dat is ideaal voor ons. Dat is de chicken barbecue. En ik wist niet echt wat te nemen. Dus ik ben maar voor een basic margarita gegaan. Maar ik denk nog wel dat het zal smaken. I love cheese, dus I love margarita. Voilà. Pizza is op. Stofzuiger is opgeladen. En we gaan verder doen. Ja, we zitten er toch in. Dus we gaan gewoon even onze cadans volhouden. We gaan naar beneden, naar de kelder. Dus we zijn op de eerste verdieping begonnen. We gaan nu naar min 1. En dan, de keuken is redelijk wat werk. Dus dat gaan we vandaag niet kunnen doen. De voorraadkast die ga ik een beetje afstoffen. Hier kuisen. De vloer stofzuigen. En ik zie wel net dat mijn batterij leeg is. Dus ik ga die even opladen. En als we klaar zijn, dan kom ik terug. Zo, die grote kuis, die is intussen gebeurd. We zijn een weekje verder gesprongen. Het is intussen vrijdag. Ik heb mijn laptop toegedaan, in de kast gelegd en we kunnen aan het weekend beginnen. Dus ja, toen we in de kelder aan het kuisen waren, toen zag ik dat de batterij van mijn camera bijna leeg was. Die was aan het flashen, dat hij op zijn laatste beentjes liep. Dus ik heb eigenlijk niet meer verder gevlogd. En ik denk dat we daarna gewoon kapot waren. Dus dat we in de zetel gecrashed zijn. Maar ik ben wel heel blij dat dat stuk van de grote kuis al gedaan is. We moeten nu nog de gelijkvloer doen. Dus de living, de keuken, de berging. Dat gaat nog wel wat werk zijn. Maar we zijn al zover geraakt. Dus dat komt zeker ook in orde. Ik moest er alleen nog voor zorgen dat ik even de vlog zou afsluiten. Dus dat doe ik vandaag. Timo is zo net frietjes gaan halen. Nog altijd van onze vaste frituur. Zolang dat we kunnen, gaan we daar blijven gaan natuurlijk. En ik kreeg vandaag mijn bestelling van Cult Beauty binnen. Net een weekje onderweg geweest. Vorige week vrijdag kreeg ik een mailtje dat ze 20% korting deden op hun hele site. Maar een aantal dingen uitgezonderd, maar zo goed als de hele site. En ik dacht, daar was ik op aan het wachten. Ik zet er mij maar meteen even bij, dan kan ik alles goed laten zien. Dus Oskia Renaissance Cleansing Gel. En toen ik die uit de doos haalde, dacht ik, wow. Het is wel heel groot, want ik ben gewend dat die van mij ongeveer zoiets zijn. Maar dit is blijkbaar de 200 ml en ik koop altijd de 100 ml. Allee, altijd. De laatste keer dat ik hem kocht, heb ik de 100 ml gekocht. Maar nu heb ik dus een dubbele dosis, wat niet erg is, want dit is mijn favoriete cleanser. En ja, je ziet er niet veel aan natuurlijk. Het product zit binnenin. Dat is een soort van roze gel en die wordt zo wat olieachtig als je die uitsmeert. Dan moet je daar water bij doen en dan wordt dat een melk en dan spoelt die af en je huid blijft super ja, proper, maar nooit trekkerig achter. Dus ja, met korting is het altijd wel een hele fijne. En dan nog een skincare product van Fresh. Niet voor mij, want ik heb deze al. Maar Timo, die vond die ook wel goed. Dus ik heb voor hem een eigen potje gekocht. Een eigen Rose Deep Hydration Face Cream. Daar heb ik ooit eens een staalje van gehad. En dat beviel zo goed dat ik ook de full size heb gekocht. Het is een heel hydraterend cremmetje. Maar echt super hydraterend. En er zitten zo timelapse dingen in. Dat hydratatie doorheen de dag in kleine beetjes wordt afgegeven. Zodat je huid heel dag door heel geplumpt aanvoelt. En dat is echt wel een hele fijne. De make-up. Ik heb al 2 blushjes van Hourglass en ik vind die zo mooi. Het zijn die Ambient Lighting blushjes, maar ik zie dat deze de Ambient Strobe Lighting blush is. Zo. Ja, ik weet niet wat het er verschillend aan is. Ze zien er mij vrij gelijkaardig uit. Maar ik heb dus 2 kleurtjes en nu heb ik een derde. En dat is deze. Dit is Iridescent Flash. Ja, het ziet er echt gewoon hetzelfde uit. Dat is zo'n blend van blush met hun Ambient Lighting poeders en die geven een heel mooi resultaat op de huid. En dit ziet er misschien een beetje donker uit, maar als je die swatcht, dan wordt het een fris roze blush. En met de lente, ik heb het al gezegd, lentekriebels in volle aantocht hier, ja, is dit echt wel een mooi kleurje. Ik heb al deze, dat is Diffused Heat. Die is ook wat roziger, maar ik denk dat dit meer een fris roze is. En dit is zo meer een meer statement roze. Maar je ziet, daar zit ik echt aan het pen. Dus dat is trouwens al mijn tweede.
Dus volledig opgemaakt, opnieuw gekocht, ook al opnieuw bijna aan het opmaken. En deze is Luminous Flush en die zat ooit eens in een adventkalender. Die is ietsje minder fris roze. Die is wel rozig, maar wat zachter dan deze nieuwe die ik gekocht heb. Maar ik ga ze alle drie blijven gebruiken natuurlijk. En zoals je kunt zien, ik heb ze al geswatcht. Ik heb ze op foto gezet, geswatcht. En ja, ik ga ze morgen op mijn gezicht proberen. Ja, voor iemand die ooit zei dat ze niet onder de indruk was van Natasha Denona, heb ik intussen al meerdere paletjes. Twee van de mini paletjes. Dan heb ik het over zo'n formaatjes. Dan krijg je vijf oogschaduwjes. En dan heb ik één groter palet. Het klein palet vind ik echt wel een pracht van een kleurencombinatie. Helemaal mijn kleurtjes. Een beetje neutraal, een beetje koel, niet te warm. Maar ze heeft dus ook een glam face palet. Het is heel erg shiny. Je ziet er ook wel alle vingerafdrukken op. Maar ja, als je het veegt, is het wel heel erg mooi, mooi rozig. En dat is dan een combinatie van oogschaduw met een blush en een highlighter. Vandaar, ja, face palet. Maar dus ook weer hier van die neutrale kleurtjes, die je ook in het glam palet zou kunnen terugvinden. Maar heel mooi glans. Dus ook deze al een keer geswatcht. Ik kon niet weer staan. Ik ben er direct met mijn vingers in gegaan. Deze en deze zijn, oh my god, een mooie glans. Geen, allee, niet zo pure glitter. Zo'n oogschaduw doordrongen van glans. En dan de blush. Is wel een crème blush. Dat is niet mijn, ja, mijn favoriete textuur. Allee, het is zo een speciale textuur. Ik denk dat het misschien wel mooi op de wang gaat zitten. Allee, ik hoop het toch. De kleur vind ik alleszins wel prachtig. De highlighter is wel een poeder highlighter. Dus ik ga eens moeten kijken hoe dat de combinatie werkt op mijn gezicht. Alleszins bij het swatchen, ja, ging dat zeer, zeer gemakkelijk. Mooi pigment, mooie kleurtjes. Allee, ja, glans en mat, allemaal in elkaar in één palet. En ja, nice and shiny. En dan heb ik nog een beetje haarverzorging. Ga ik misschien even in de lade laten zien, want ik heb ze al weggestoken. Dat was een setje van Guizou. Zo'n soort van, ja, value set, try set. Met, denk ik, een full-size haarolieke en dan kleine versiekjes van de shampoo, conditioner en het haarmasker. En Guizou is een Nederlands merk van Negin Mirsaleri. Nu, die heeft van zichzelf schoonhaar. Allee, ja, dat is puur genetisch. Maar ja, zij en haar vader zijn imkers. En haar haarlijn die zo is dan geproduceerd op basis van de honing die dat ze zelf ja, produceren. Slingeren, dat is het. Ja, en ik was eigenlijk gewoon te benieuwd. Deze, dat is de haarolie. Ik denk dat ik daar, ik weet niet hoe lang mee toekom. Je hebt daar niet te veel van nodig. En zeker ik met mijn fijn haar. Ruikt super lekker. Is een beetje zo'n een dikkere olie ook, heb ik de indruk. Deze twee zijn dan de bijpassende shampoo en conditioner. En het maskertje. Dus heel benieuwd om deze uit te proberen. En met deze haul sluit ik de vlog af. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie heel graag terug voor een volgende vlog of video. Dus vergeet je niet te abonneren. Tada!